Hey, shalom brothers, shalom sisters, Bishop Nathaniel here. That's right, you know what day it is. It's Shout Out Tuesday. It is Shout Out Tuesday. And I pray you brothers and sisters join me every Tuesday afternoon on IUIC Events channel, where I will be reading your kind and inspirational letters, also thanking you for your kind donations, and also covering very important biblical information for the mental well-being of our 12 tribes. That's right, 12 tribes worldwide. So hope to see you then every Tuesday afternoon on IUIC Events. Shalom. This day, that all these curses shall come upon thee and overtake thee. Dat al deze vervloeken over jou zal komen en het zal jou treffen. Kijk wat er gebeurd is, ook in Cabo Verde. Ja, 32. De ruimte 32. Dus ja hoor, waar kom je vandaan? Ook Cabo Verde, ook nog een groene kaap. Kijk, luister, het gaat ook voor jou. Kijk wat er met onze mensen is gebeurd in slavernij, ja, kijk. Thy sons and thy daughters shall be given unto another people. Jouw zonen zouden, dus je zonen, je kinderen, zouden afgepakt worden, afgerukt, weggehaald worden, zonder jouw toestemming en meegenomen naar een ander land. En dat is Cabo Verde vandaag. Of dat was Nederland, of dat was Curaçao, Aruba, Bonaire, Venezuela, Colombia, overal waar we naartoe zijn gegaan, zouden wij meegenomen worden. And thine eyes shall look and fill with longing for them all the day long. And there shall be no might in thine hand. Dus je zou toekijken hoe jouw kinderen zouden weggerukt worden, meegenomen worden en je zou niks kunnen doen. Het is een vervloeking wat op ons is gekomen. Want we hebben alle wetten en leefregels, nou letten, allemaal hebben wij gebroken. Dus daarom is dit met ons gebeurd. En wat nog meer? Vers 33. The fruit of thy land and all thy labors shall a nation which thou knowest not eat up. Dus die Kaverdianen. Waarom pak waarom spreek ik papiaments? Patico amit papiamento. Waar komt het vandaan, papiamento? Uit jouw land. Maar wat ze ons geleerd hebben, is nee, op de plantages. Was iemand van plantage van de slaaf van Spanje, Portugees en, daar, en van Nederland. En zo is die naam, zo is die taal papiamento ontstaan. Want dat is een leugen. Het komt rechtstreeks uit Sanicau. Sanicau, een van die landen toch? Eilanden? Van Praia? Hoe? Mayo? Nee, nee, nee. Waar komt papiaments vandaan? Uit Sanicau toch? Praia? En volgens mij ook uit Sanicau. Dus, maar het komt van jullie. Het is van jullie en het is daar gegaan. Waarom? Ze hadden planters nodig. Want de Cabrianen waren goede planters. Maar dat vertellen ze niet. Maar hoe meer je weet, hoe bewuster je wordt of van wie je bent. Want je bent geen Kaverdian. Je bent een bijzonder volk voor God. Maar dat wordt nooit verteld. Want als ik jou vraag, wie is dit? Wie is dit? Wie is dit? Jezus. Wie? Jezus. Wie? Wie is dit? Jezus. Oké, okay, is ook een vervloeking, want waar staat dit in de Bijbel? Wie heeft jou verteld dat dit Jezus is? Uit de Bijbel. Luister naar dit, ja? Ik ga gelijk naar dit. Johannes 7, vers 38. Want hoe moeten wij in Jezus geloven? Zoals wij zelf willen of zoals de Bijbel het zegt? Zo zegt de Bijbel, toch? Luister goed. Wanneer er Escritura te biezen, oké? This is the book of John, chapter 7, verse 38. He that believeth on me, as the scripture hath said, out of his belly shall flow rivers of living water. Dus je moet in Jezus geloven zoals de Bijbel zegt. Maar wat zegt de Bijbel? Dus als je dat zegt, dan krijg je eeuwig leven. Ja, dus kijk wat de Bijbel zegt. Niet uit mijn mond. We gaan het over openbaringen. Want heel veel mensen zeggen, niemand heeft Jezus gezien. Maar kijk wat de Bijbel zegt. Het staat letterlijk in de Bijbel. This is the book of Revelation, chapter 1, verse 1. The revelation of Jesus Christ. Dit is de openbaring, dus ik ga je bekendmaken hoe Jezus eruit ziet. Dit komt van God, de Allerhoogste, en die laat aan Johannes zien
hoe zijn zoon Jezus eruit ziet. Dat is wat hij zegt. Vers 14. His head and his hairs were white like wool. Zijn hoofd en zijn haren waren wit als wollig, als wol. Is jouw dochters haar, jouw zoons haar of zijn haar, is dat meer als een paardenhaar of van een lam? Is het kroes, lam? Jouw haar is ook een beetje kroes. Jouw zoon, kroes. Maar wollig. Zijn haar is wollig. Zijn haar, wollig. Niet als paardenhaar of een geit. Kroes als een lam of schaaphaar. Die voor jou is een beetje wat dunner. Maar kijk naar die top van jouw dochters haar. Ja? Dus, maar ze is precies hetzelfde. Precies hetzelfde, wollig. Zodra die gaat draaien is het wollig. Ja? Dus dat is echt wat hij aangeeft. Dus wollig. Ja? Dus hij zegt, Jezus heeft wollig haar. Heeft deze persoon wollig haar? Deze persoon heeft geen wollig haar. Ja? Dus dat is strijk 1. Hey broer, broer. Heeft deze persoon wollig haar? Geen wollig haar, toch? Dus dan is het al een eerste strijk. His head and his hairs were white like wool. As white as snow. As white as snow. Dus die kleur is wit. Vervolgens. And his eyes were as a flame of fire. Dus his eyes was a flame of fire. Waarom? Zijn eerste wonder was water in wijn veranderen en hij dronk wijn. Dus daarom is zijn de kleur van zijn ogen rood. Maar nu over zijn kleur van zijn voeten. Jouw voet, is dat gelijk de kleur van jouw gezicht? Ja toch? Kijk naar je enkel, ik zie het. Dus het is precies dezelfde kleur als je gezicht. En dus broer, jouw voeten zijn dezelfde kleur als je gezicht toch? Kijk wat hij omschrijft over Jezus voeten. And his feet like unto fine brass. Brass is brons. Zijn voeten gelijk koper brons. De kleur van brons is bruin. Maar kijk hoe donker. As if they burned in a furnace. As if they burned in a furnace. Alsof het verbrand is in een oven. Dus deze persoon heeft geen rode ogen. Zijn kleur is ook niet verbrand in de oven. Als je iets verbrandt in de oven, wordt het zwart. Deze persoon is niet zwart. Bring it up. Dus wie is dit? Dit is Cicere Borgia. Een duivel. Een leugenaar. Een verkrachter. Zoek het maar op. Check in Google maar. Cicere Borgia staat heel groot in Portugal. In Lisboa. En ook in Brazilië. En ook in de Dominicaanse Republiek. Dezezelfde duivel. Bring it up. Je mag dat niet aaneren. Maar heel veel van ons vereren dit. We weten niet wie Jezus is. Dit is de omschrijving wat ik omschreven heb. Dit is die beste omschrijving. Wollig haar. Zijn baard is wollig. Ik zeg niet dat dit hem is. Maar de beste omschrijving is dit. Wollig haar, wollig baard en hij is kleur als brons verbrand in de oven. Dit kan nooit Jezus zijn. Dat is een leugen. Maar dat zijn allemaal vervloekingen wat op ons is gekomen. Dus gelijk zodra wij op die slavenschip zijn gekomen, kregen we dit. En een kruis. Die kruis is ook een vervloeking. Mogen we niet ook dragen. Dus je mag ook geen kruis dragen. Ik zal je één wet geven, zodat je meeneemt. En ook, ben je getrouwd? Niet getrouwd? Voor zijn moeder. Ik weet niet of de moeder inheemse jaar is, maar dit geldt ook voor de zuster. Oké, maar als we beter weten, dan gaan we beter doen. Weet je? Dus, maar kijk, dit is een van die wetten. Ik droom het doen, fijn. Dit is een van de redenen waarom wij ook in slavernij zijn gegaan op slavenschepen, ja? We hebben alle wetten en leefregels gebroken. This is the book of Deuteronomy, chapter 22, verse 5. The woman shall not wear that which pertaineth unto a man. Dus de Israëlitische vrouw, dus in jouw geval en je dochter, dus jouw familie, dus de Israëlieten, mogen nu niet aandoen wat toebehoort aan een man. Dus dat is een spijkerbroek. Broek is niet voor de vrouw. Niet voor de Israëlitische vrouw. De andere naties mogen doen wat ze willen. Maar de Israëlitische vrouw, ze hebben wetten en leveringen gekregen. Neither shall a man put on a woman's garment. For all that do so are an abomination unto the Lord thy God. Dus als een Israëlische vrouw een broek draagt, is het een gruwel in Gods ogen.
Zo zegt de Bijbel. In het Nederlands, Portugees, maakt niet uit. Overal waar je het leest, zo zegt de Bijbel. Want omdat wij niet weten wie wij zijn. Als wij beter weten, moeten we ook beter doen. Ja? Dus is dat een wet wat wij moeten doen? Is het, kijk wat onze voorouders in slavernij hebben gedaan. Zie je dat? Ook op die plantages hadden onze voormoeders rokken aan. Maakt niet uit temperatuur of wat dan ook. Altijd hebben we dat gedaan. Oké, dus dit heb je meegekregen, ja? Dus geen rok meer dragen. Rook je? Nee, niet meer. Niet meer? Is beter. Niet. Die rok kun je niet drinken. Ik kan wel een beetje drinken, maar niet dronken worden. Ja, dus. En dit zijn eigenlijk allemaal regels die wij aan onze kinderen moeten leren. Ja? En dit, al deze informatie, dus je hebt het telefoonnummer, heb je ook. Dus daar kan je bellen als je meer geïnteresseerd bent in deze informatie. Ja? Want zoals ik zei, we zijn daardoor ook in slavernij gegaan op slavenschepen. Dat staat ook in de Bijbel. Kijk wat de Bijbel aangeeft. We gaan naar bijvoorbeeld Deuteronomium 38, vers 68. This is the book of Deuteronomy, chapter 28, verse 68. And the Lord shall bring thee into Egypt again with ships. En de Heere, jouw God, zal jou in slavernij brengen op slavenschepen. Hij zei Egypte, maar de betekenis van Egypte moet je echt anders gaan halen. Want de Bijbel lees je niet van boven naar beneden. Je leest het gebod op gebod, gebod op gebod. Hier een, dus regel op regel, regel op regel. Hier een beetje, daar een beetje. Zo zegt het boek van Jesaja 8 en vers 10. Dus de Bijbel lees je niet van boven naar beneden. Want zo krijg je geen kennis van de Bijbel. Ja, dus kijk wat de betekenis van Egypte is. This is the book of Deuteronomy, chapter 5, verse 6. I am the Lord, thy God. Dus zo zie je. I am the Lord, thy God. Ik ben de Heere, jouw God, zegt hij. Dus de Heere is niet van iedereen. Dus God is niet van iedereen. Zo zegt de Bijbel. Which brought thee out of the land of Egypt from the house of bondage. Dus Egypte betekent house of bondage, slavernij. Begrijp je een beetje Engels? Dus house of bondage betekent slavernij. Ja? Dus nu weet je de betekenis van Egypte. Nu kan je de Bijbel in de juiste context lezen. Ga terug naar Deuteronomium 38, vers 68. And the Lord shall bring thee into Egypt again. Dus en de Heere, jouw God, die brengt jou in slavernij. Dus Egypte betekent slavernij. And the Lord shall bring thee into Egypt, slavery, again with ships. Dus wie zijn degenen die op slavernij zijn gegaan? Dus in slavernij, op slavenschepen. Dat zijn alleen maar deze 12 stammen van Israël. Dus de zogenaamde inheemse Indiaan en de zogenaamde Negroïden. Dus die Kaverdiaan is één ervan. Dus deze 12 stammen zijn jouw broeders en zusters. En de rest verspreid in de vier hoeken van de aarde. Dit zijn de Israëlieten. Zo zegt de Bijbel. Dus de Antilliaan is, de zogenaamde Antilliaan is de broer en zus van de Kaverdiaan. De Colombiaan, de Venezolaan, de Braziliaan. Allemaal jouw broers en zus. Van hetzelfde bloed, dezelfde voorvader. Kijk naar de vader, niet naar de moeder. Ja? Dus dat eigenlijk al die vloeken wat op ons zijn gekomen. Ook één ervan. Dus, denk je dat jij nog steeds in slavernij bent? Oké. Om het te laten zien, kijk wat de Bijbel zegt. Deuteronomium 38, vers 48. This is the book of Deuteronomy, chapter 28, verse 48. Therefore shalt thou serve thy enemies. Dus daarvoor, omdat wij niet willen luisteren naar de stem van de Heere onze God, zouden wij onze vijanden gaan dienen. Zo zegt de Bijbel. Which the Lord shall send against thee in hunger. Dus hoe dien je je vijanden? Dus je dient ze tot de dag van vandaag. Dus je bent nog steeds in slavernij. Zo zegt hij. Hoe? In honger. Dus overal waar je gaat om eten te halen, zo dien je hun. Zo dien je hun. Het is een vervloeking wat op ons is gekomen. Dat we niet willen luisteren. We hebben alle wetten en leveringen nauwlettend gebroken. Dat allemaal hebben we gebroken. En in dorst. En in dorst. Voor alles wat we drinken, moet je naar hun gaan. Om weer hun te dienen.
in honger en in dorst. En in nakedness. En in naaktheid voor alles. De kleding wat je op je lichaam hebt. Daarvoor moet je ook naar hun gaan om hun te dienen. Zo zegt de Bijbel. En in want of all things. Alles wat je wil hebben. Ook die paspoort die je hebt. Ook als je naar Cabo Verde wil, moet je ook hun gaan dienen. Ook rijbewijs, alles. Scholing. Ook als je wilt weten over godsdienst, moet je naar hun. And he shall put a yoke of iron. En hij, diezelfde vijand, die zal een ijzeren juk op je hals leggen. Yoke of iron, ijzeren juk. Dit staat letterlijk in de Bijbel. Dat is die ijzeren juk. Wie heeft dit gedaan? De Europeanen hebben dat gedaan met de Israëlieten. Alleen maar, ze noemen ze negers. Maar nee, het zijn Israëlieten. Er is een verschil tussen een neger en een zogenaamde Afrikaan. Het zijn geen negers. Er is een verschil. Maar dat wordt niet verteld. Dus ga maar naar een... Dus je hebt mensen die... Vraag maar rond. Vraag maar in je vriendenkring. Ben je een neger of ben je een Kush? Ze zullen zeker tegen jou zeggen, nee, ik ben Kush. Of Ham. Ik ben geen neger. Want een neger is een slavernij gaan op slavenschepen. Dus daarom zullen ze nooit zeggen, ik ben een neger. Snap je? Until he have destroyed thee. Dus je zult elke keer naar hun gaan tot je helemaal vernietigd bent. Dus tot je de dag van vandaag naar hun gaat om dus gewoon je dienst van vandaag in alles. Dus die onderdrukkers, alle Europeanen, zijn allemaal rijk geworden. Ze hebben alles geplunderd, toch? En tot de dag van vandaag blijven ze rijk worden. Allemaal, ze blijven rijk worden. Waarom? Want wie regeert in Cabo Verde? Nog steeds die Portugezen, toch? Nog steeds die Portugezen. Dus, ja, nog steeds Portugezen. En over waar ik vandaan kom, dus de ABC-eilanden. Wie regeert daar? Nog steeds. Dus, en in laat maar kijken naar Martinique. Ook een eiland in de Cariben. Wie regeert daar? De Fransen. Nog steeds. En Haiti. Waarom is Haiti zo arm? Hebben die Fransen. Dus ze hebben nog steeds een contract op hun dat ze alles terug moeten betalen. Daarom. Kijk, en ze spreken een soort Frans. Dus Creole Frans. Ja? Dus zo zie je. Dus het is een vervloeking wat voor altijd geldt. Dus tot de dag van vandaag. Zo zegt de Bijbel. Ja? Dus, en daarom. Ja. Dus nu. En als je vragen hebt, kan je altijd. Contact opnemen die nummer. En we hebben ook Facebook en YouTube, ja? Yes? We used to scream black power while Heron was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission. Minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold. From Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are our men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.